vandaag mogen we weer met jou op pad. Wat heb je vandaag voor ons in petto? Nou, we staan hier op de scheidingslijn. We kijken daar naar de polder van Oosterwolde, Oldebroek richting Kampen. En we staan hier op de scheiding van het Veluwemassief. En hier hebben we dus zandruggen liggen. Ja, en daar staat bekend om zijn landgoederen. Wat voor landgoed gaan we vandaag bezoeken? Landgoed Holthorst. En dan wil ik jullie graag iets laten zien wat heel bijzonder is voor deze omgeving. Iets spannends. Ja, het best bewaarde geheim van deze omgeving. Dat is spannend. Ja. Nou, dan gaan we op weg. Ja. We lopen hier wel een hele mooie laan. Wat voor bomen zijn dit? Ja, dit is kenmerkend voor landgoederen hier op de Noordwijs-Veluwe. Lanen zijn belangrijk destijds met aanplant, aanleg. Nou, dat kan ik hier wel mooi laten zien. Dit is een lindenlaan. Hier kun je mooi zien het hartvormige blad en de bladsteel die staat onder een hoek aan de hoofdtak. En dit is dan het wortelbroed wat onder een lindenboom groeit, is ook wel kenmerkend. En ja, er zijn mensen die dit tot een blokhaag knippen. Als landgoedeigenaar kun je zeggen van nou ja, of ik laat het mooi zo losgroeien of je knipt het tot een blokhaag. En weet je wat nou zo mooi is van de lindenlaan? Nou. Daar komt het visje vandaan. Liesje leerde Lotje lopen langs de lange lindenlaan. Oké, nou, ja, dat zien we nu. Komt hier vandaan. Ja. Dus, en was dat nou gebruikelijk, zo'n laan? Ja, dat dateert al in de tijd van Napoleon. Dus dat is al een hele tijd terug. Napoleon liet lanen aanplanten. Zodat zijn leger, de soldaten, onder de laan door konden lopen. Zodat ze niet in de zon hoefden te lopen. Als je een smal landgoed had, dan kon je het eigenlijk optisch breder laten lijken of langer laten lijken. Als jij dan voorziet had en dan kon je zeggen van helemaal aan het einde is van mij. En wat nu in deze tijd ook belangrijk is, is de insecten en de bijen zeg maar. In principe zijn je laaiend enthousiast over voor de bloei van de lindenboom en dan bijenkasten er neerzetten zodat ze hier de honing van krijgen. Dan zien we hier nu het landhuis. Ja, landhuis Holthorst. Kijk hoe mooi gebouw. Dateert van 1751. Weet je wat de naam Holthorst betekent? Want dat komt ergens vandaan. Holthorst, hoog gelegen. Denk maar aan een horst van een roofvogel. Een nest hoog gelegen in de boom. En dat is dit eigenlijk gelijkwaardig een hoog gelegen plek in het landschap waar vroeger gebouwd werd. Ja, daar is de Zuiderzee. Met woeste stormen kwam het water tot en met de Zuiderzeestraatweg. Daar had je het Veluwemassief, daar kwam dan ook een boel water naar beneden toe. En dan lag je hier dus in het midden, in het laagst gelegen van het landschap. En dan met uitzondering van hier van de zandkoppen. En daar bouwde men vroeger dus de landhuizen op. En je kunt het hier in de omgeving ook wel terughalen. Als je dan de boerderijen hebt, die liggen ook op terpen. Allemaal tegen bescherming tegen het hoge water. Dus ze krijgen geen natte voeten? Nee, alleen het gebied op zich wel. Dat laten we straks nog wel zien. Alles stond wel in het teken om het water zo snel mogelijk af te voeren. Het lijkt me een enorm groot huis. Ja, het is ook een beetje gezichtsbedrog. Want vroeger bouwde men in de breedte. Het vooraanzicht dat was massaal, groot aanwezig. En dan was het maar één vertrek naar achteren toe. En door de tijd heen is het wel verbouwd. Andere bewoners door vererving en dergelijke. Dat ze op een gegeven moment dachten van nou jongens, er moet ook meer body naar achteren toe komen. En dan werden er wel kamers en vertrekken achtergebouwd. En dat kunnen we hier aan de linkerkant ook zien. Daar hebben ze aan de linkerkant een apart bijgebouw bijgebouwd met een trappenhuis. Als dan de kinderen s'avonds naar bed gebracht moesten worden, 's morgens wakker gemaakt werden, wassen, aankleden. Dat werd dus door het bedienend personeel naar boven toe via het trappenhuis. Dan kwamen ze uiteindelijk boven bij de slaapkamers uit. En zo gingen die dus naar boven toe. En daar twee van die mooie zuilen, mooi verscholen achter de blauwe regen. Ja. Ja, dat gaf ook status aan, dat was beeldbepalend. Daar kon je ook mee pronken. Mooi balkon daar bovenop. Prachtig zicht over jouw landgoed als zichtlijn. Ja, kun je toch prachtig genieten van wat van jou was. Mooie omgeving, bosrijk. En je kijkt dan met een zichtlijn zo jouw landgoed over. En dan plantte men altijd een rode beuk in het verlengde van de zichtlijn langs de grens van jouw landgoed. En dat was dan beeldbepalend en grensbepalend. Als je dan bezoek had en je zat dan daar bovenop en je keek dan en zeg je daar bij die rode beuk, tot dat is van mij. Je kunt mooi de rode beuk zien, beeldbepalend en wat dan ook destijds de erfgrens van het landgoed bepaalde. En ga je het geheim al ontrafelen, Dick? Want je houdt het wel heel erg spannend zo, hè? We gaan eerst, het landgoed is in tweeën verdeeld.
Je hebt het zuidelijk deel en het noordelijk deel. We gaan nu eerst naar het zuidelijk deel. Oké, doen we dat. Oh, en hier zien we het landhuis weer heel mooi, hè? Ja. Vanuit de verte. Ja. Nou, we lopen hier over het kerkenpad. Dat doet de naam eer aan. Hier gingen vroeger de bewoners van het achterliggende gebied naar de kerken toe. Vandaar de naam Kerkenpad. En was dit dan de zo kort mogelijk weg hier naartoe? Ja, dus dan konden de bewoners of naar de kerk, naar Wezep toe. Of de andere kant op naar het Loon, naar de Maranattenkerk. Bij een landhuis hoort natuurlijk ook een mooie tuin. Welke stijl hebben ze hier bij dit landgoed? Nou, waar we nu naartoe gaan, dat is een Engelse landschapstijl. En waarom Engelse landschapstijl? Daar wordt eigenlijk de bezoeker zo geprikkeld door de rondingen. Dat jouw nieuwsgierigheid gewekt wordt van elke keer van je loopt naar een ronding toe. En dan ben je bij die ronding en ik denk, ik heb weer een ronding. Zo loop je eigenlijk door het landschap in. En dan kun je eigenlijk wel aan de vormen zien. Hier de paden. Er zit eigenlijk geen rechte kant aan. Dus het moet een beetje spannend blijven. En romantisch. Losse bomen. Hier hebben we dan een treurbeuk staan. Watercypress. De rhododendrons. Ik zie daar ook een roeibootje. Was het water ook een belangrijk element in een Engelse tuin? Ja, daar kon je dus de oppervlakte mee aangeven. Dus dit was ook een spaarbekken om het water te behouden, te kunnen varen. En uiteindelijk ook wat te laten afvloeien naar een wetering, een kanaal en zo uiteindelijk bij de Zuiderzee. En in dit geval nu bij de IJssel of het Veluwemeer te lozen. Kijk, deze heb ik onderweg net geplukt en hier... Wat zit er in? Lekker een beetje suiker of zo? Nee, het is geen suiker. Het is een natuurlijke manier om vroeger een olielamp aan te steken. Haalde je het groene weg, bleef er een wit lontje over. Die stopte je in een olielamp. Dat was poreus, dat zoog zich vol met lampolie. Je deed er een vlammetje bij en je had geen katoen of niks nodig. Nou, zo kan de natuur ons allemaal helpen. Ja. En we zitten hier natuurlijk wel mooi bij het water nu. Ja, dit is prachtig genieten. En hier kun je ook de duidelijke vormen zien. De rondingen die hier gecreëerd zijn. Nieuwsgierigheid wekken bij de mensen. Dus ja, die werden elke keer wel nieuwsgierig gemaakt van... Hé, nou ben ik hier, wat is daar? En dan kwamen ze onverwachts een doorkijkje tegen. Een zichtlijn van hier naar de andere kant. Bruggetjes die je overstak. Nou, daar werd je dan in gevaren met een roeiboot. Nou, hoe mooi is dat dan? Ja, en ik zie ook mooie bloemen op het water. Ja. Gele plomp. Ja, gele plomp hier vooraan en dan de waterlilies daarachter. Ja, mooi. En dat zijn er ook zoveel. Ja. Nou, dan de gele lis hier vooraan. Ja, dus ja, dit is genieten. Ja. Is de rhododendron geschikt voor dit klimaat? Hier bij ons? Ja. Op zich wel. Hij komt van origine uit de Caucasusgebieden, China, Himalaya-gebergten, waar het dus koud is. En dat kun je dan mooi aan... zien leerachtige bladeren, groen blijvend. Tegen barre winters kunnen deze struiken dus. Wat de naam rhododendron betekent is boomroos. Rhodon is roos en dendron is boom. Dus een boom van een roos. In die gebieden wordt hij dus erg hoog. Kijk, en hier in het Nederlandse klimaat, wat we hier in de omgeving zien, worden ze een meter of 4, 5, 6. Wat we dan... wel tegenkomen hier is door de winters die we hier hebben, de pakken sneeuw die eventueel nog wel vallen. Voor 2 jaar terug hebben we dan een pak van 20, 25 centimeter gehad, dat ze dan uit elkaar gaan waaien. En dan is het wel een keer goed om ze af te zetten op kniehoogte. En dit is een struik die ze goed laat snoeien, loopt die weer opnieuw uit en dan ben je het open waaien van deze struiken dus ook ga je dan op die manier tegen. Hier heb je dan 5 bloemblaadjes, 1, 2, 3, 4. En de vijfde die schiet er echt uit in contrast met wit, wat voor bloemkleuren dat je ook hebt. Het aanlokkelijke wezen voor de insecten, die komen aanvliegen en die zien dat in één keer, het is een landingsplek. Ze bestuiven de bloem, zij krijgen hier dan de nectar van en vliegen dan weer door. Nou, ik heb al heel wat bomen gezien vanochtend, maar wat is dit voor boom? Ja, een bijzondere boom hier op dit landgoed. De Weymouthden, vernoemd naar zijn ontdekker George Weymouth. Deze boom die komt van origine uit Noord-Amerika, is hier naartoe gehaald voor het timmerhout. Ja, is toch wel in slechte staat. Als je kijkt dan van een schors laat los. Aan de rechterkant zit nog een klein toefje groen.
ja, door ouderdom is dit in deze boom in verval geraakt. Het oud een keer op met een boom. Je hebt nu al een hele tijd van alles laten zien. En je hebt het over een geheim gehad. Ik ben nu echt wel heel nieuwsgierig. Nog eventjes. Ja, ik loop hier al de hele tijd met mijn lantaarntje. Even geduld, we gaan hier naar het noordelijke bos toe. En dan gaan we het best bewaarde geheim van Wezep laten zien. Oh, wat is dit voor mooie struik? Waar doet jou dit aan denken? Ja. Ja, vlierbloesem. Ja, kun je voor diverse doeleinden gebruiken. Siroop van maken, thee van trekken. En dan in het najaar de vlierbessen. Ja, daar kun je ook allerlei dingen van maken. Oh, zijn dat van die donkere rode bessen? Ja, tot zwart toe. En als je dan, dat is ook wel mooi, als je het vlierhout daar maakt, vroeger en nu ook nog wel, een blokfluit van. Oh? Op een fluit zelf, want dat komt zo omdat ze een zacht merg hebben. Die kun je er dan uithalen. En dan kun je er dus een mondstukje aan maken en dan heb je een soort blokfluit of een fluit. En wat is dit voor plant? Ik zie hier allemaal een dingetje onder hangen. Dat is ook een typische bosplant die hier goed in de schaduw kan. Dit is de Salomonszegel. En in de volksmond wordt die dan ook wel geassocieerd met dat dit een moederzeug is en dat hier de kleine biggetjes aan het zogen zijn. Ja. Ja. Als je de wortelstok zou opgraven, dan is dat de zegelring van Salomon als afbeelding. Oh, vandaar de naam? Vandaar de naam Salomonszegel, ja. Nou, we lopen hier nogal een poosje. En ik vind die planten ook allemaal heel mooi. Ja. Wat is nou dat geheim? Want ik wil die fakkel gaan gebruiken. We zijn er bijna. We gaan hier rechts de hoek om. En dan lopen we langs de vijver heen. En dan laat ik jou het best bewaarde geheim zien. Oh. Ja, we zijn er bijna. Zo. Ja. Ik ben echt benieuwd. Nou, hier is ook weer een mooi doorkijkje. Ja, prachtig. Kijk, daar aan het einde de rhododendron staan, wat al kenmerkend is voor de landgoederen. En dit water hebben we ook weer nodig voor het best bewaarde geheim waar we naartoe gaan. Nou, nu maak je het wel heel spannend, hè? Maar ik hoef niet te zwemmen, hè? Nee, je hoeft niet te zwemmen. En het gaat allemaal goed komen. Oké. Okay. Ja. Kunnen we hier wel verder? Nee, ja, normaal konden we hier onderdoor, want dit is een berceau van rhododendrons. Berceau, ik weet niet of je dat woord kent. Nee, ook niet. Dat is een groene tunnel en dat kan de ene keer van een beuk wezen of van druiven. En dit is dan een berceau van rhododendrons. Maar die zijn zo oud en het is eigenlijk naar elkaar toegegroeid door de losse bosbodem. Dat we even hier omheen moeten, komen we aan de andere kant uit en dan zijn we er bijna. Oeh, ja. De spanning stijgt. Ja. Maar je gaat geen tipje van de sluier oplichten. Nee. Ik moet mijn geduld bewaren. Ja, even, we zijn er echt bijna. Ik snap dat je het... Ja, het is super spannend. Super spannend vindt, maar nog eventjes geduld. Oké. Okay. Ja. Kijk, daar gaan we naartoe. Ja, wat zie ik daar dan? Nou, moet je goed kijken. Dat zie je toch wel daar, hoor. Oh, een beetje steenachtig iets zie ik. Ligt daar een steen? Daar waar het donker is, daar gaan we naar binnen. Oh, dat vind ik toch wel heel erg spannend. Kijk, dan doe je deze vandaar aan. Vandaar dit. Dan doe je die aan en dan hebben we licht in de duisternis. Oké, okay, nou, we gaan het proberen. Ja. Het heuveltje op? Ja. Oké. Okay. Hier links onder het blokje heen. Ja. Heb je aansteker, Henny, of niet? Oh, ja. Kijk, ben ik dat voor de zekerheid ook nog een lantaarn meegenomen. En jij een fakkel, dus dat gaat helemaal goed komen. Maar wat gaan we nou toch doen? Ja, ga jij voor of zal ik voorlopen? Ik denk dat verstandig is. Zal ik voorgaan? Ja. Nou, als je mij volgt, gebeurt er niks. Oké. Okay. Moet je wel even om je hoofd denken. Ja. Want het is hier klein. En ik zal even kijken of er water in staat. Heb je... Ja, ik heb goede schoenen. Oké. Nou, ik loop even vooruit en dan roep ik wel even. Ik roep wel even als je dan kunt komen, Henny. Ik ga mijn haar in. Wat spannend. Jeetje. Is hij lekker drassig? Ja.
Kijk, daar kun je hier boven langs lopen. Ja. En als je dan aan deze rechterkant loopt, dan lopen we hier naar het midden van de grot. Tjoh, wat spannend. Mooi, hè? Ja, dit is echt heel mooi. En hoe lang is deze grot? De grot is 20 meter lang, 5 meter breed. En je hebt dus een in- en een uitgang. Hier heb je de uitgang weer waar wij eruit kunnen. Ja, dit is het best bewaarde geheim van Wezep. Nou, inderdaad. Ja. Ik heb dit inderdaad nog nooit meegemaakt. Nee. Maar wat ook een mooie stenen. Ja. Is het dus niet zo'n grot die we dus kunnen zien in Limburg? Nee, de meeste mensen associëren dat dan met we gaan naar de grotten van Wezep. Dat is dan het mysterie. En dan denken ze al vaak van de grotten van Ham of Zuid-Limburg, Valkenburg, Maastricht. Maar dit is ook een grot. Maar dan gemaakt. En wanneer is deze grot dan ontstaan en of gemaakt? 200 jaar geleden. Zo is dat. Ja. En is die ondertussen nog eens een keer weer gerestaureerd? Ja, ik weet het niet precies, maar zeg maar een 10, 15 jaar geleden is die gerestaureerd. En ja, dat kun je allemaal wel zien. Het mooie metselwerk, de mooie stenen. Wat een aparte stenen. De onderkant, die wijkt af van de bovenste stenen. Ja, dat is ook wel mooi. Weet je waar de naam Misbaksel vandaan komt dan? Nou, het kan me nu een klein beetje. Kijk, deze stenen die werden allemaal met de hand gebakken en in vormen gedaan. In bakvormen, dat ze de stenen overheen gingen. En dan kwamen ze er wel eens anders uit te zien dan mooi recht. En vandaar de naam Misbaksel. En die gebruikte men dan ook wel. En daar krijg je hierdoor mooi het karakteristiek, het ruwe van, dat het allemaal niet even strak is. Oh, dat is een mooie benaming. Ja, de naam Misbaksel. En dan daar heb je een waterpartij waar we omheen zijn gelopen. Daar komt het water naar binnen. En wat zien we hier? Ja, dit is een sluis. Hier kun je een plank zien. Ja. En dan kon men op het water op niveau houden. En dan kon men hier dus een stukje van de plank uithalen. En als dan het water zo hoog was, dan stroomde het hier overheen. En dan stroomde het hier van het hooggedeelte naar beneden toe. Je kunt wel zien dat wij hier wat hoger in de grot staan. En dan was het eigenlijk, hier heb je ook een verhoging. Hier ging men dan staan, de mensen van adel, en die hadden dan bezoek, visite bij zich. En dan deed iemand een plankje hier afhalen. En dan luisterde men naar hoe het water voorbij stroomde. Nou, mooi is dat. En is dit de enige grot die hier in Nederland zo is gemaakt, op deze wijze? Ja, de achterliggende gedachte is dat het een folie is. En een folie is een bouwkundig element in het landschap wat geen functie had. Dus het was voor de pronk neergezet. En in de landen, in Nederland dus, is bekend dat in park Sonsbeek bij Arnhem nog zo'n denkbeeldig iets staat. En dat maakt het met elkaar tot een bijzonder monument wat eigenlijk niet in Nederland voorkomt. Ja. Hier gaan we eruit. Ja? Ja, ga jij maar voorop. Okay. Ja. Om je hoofd denken. Ja. Oh. Oh. Ja, die zie je hier buiten dus. Spannend. Nou, was dit mooi of niet? Ja, mooi? Dit was echt mooi. Mooi, hè? Ja, supermooi. Je kunt je niet voorstellen dat, ik denk als jij of jij, als mensen hier lopen, die vinden nooit ingang hierom. Nee, dit is echt inderdaad het best bewaarde geheim. Ja, ja. Dat zie ik nu ook. We zijn aan het eind gekomen van deze prachtige wandeling. Ja. En ik wil je weer bedanken. Ik wil graag afsluiten met betrekking met deze wandelstok. Daar heb ik een gedichtje voor. Bij het biatron of ston, of wat je ook doet, met me bij de hand, giet altijd goed. Betrekking tot de wandelstok. Dat is mooi. Ja, dat dacht ik. Dankjewel. Alsjeblieft.